een veld alleen maar vol met aardappelen of mais. Daar is voor een insect of een andere beest gewoon echt weinig te halen. Aardappelen naast wortelen, maar dan ook daartussendoor een veld met zonnebloemen of bomen. Dat wordt een wat meer natuurlijker habitat dan een veld vol met aardappelen. Ik ben Noora Gül. Jullie zijn vandaag bij Plantage Nieuwland in Almere, waar wij walnoten en hazelnoten kweken en dat combineren met kweek van groenten, telen van fruit, maar ook in combinatie met pluimvee en imkerij. Ja. De kalkoenen en de kippen die zijn eigenlijk de natuurlijke bestrijders van de hazelnootboerders. Ze gaan echt in de grond op zoek naar beesten, die eten het op. En de mest van de kippen en de kalkoenen die is een hele goede voedingsstof voor de boompjes. Agroforestry is een combinatie van bomenteelt met bijvoorbeeld eenjarige groenten, met pluimvee of met andere agrarische activiteiten. Noten aan zich zijn super lekker, hartstikke gezond. Het is ook een keertje wat anders in Nederland. Normaal gesproken wordt er peren en appels gekweekt, maar weinig walnoten of hazelnoten. Ja, naast notenteelt hebben we ook een imkerij, omdat wij zo'n groot mogelijke biodiversiteit op ons eigen perceel willen hebben. Ja, en het product wat er vanaf komt, de honing, die is super lekker. We telen hier walnoten en hazelnoten en ook een aantal amandelen. De hazelnoten zijn bijna rijp. In september, midden september, oktober kunnen we ze rapen en drogen. En voor de verkoop aanbieden. Heel veel wetenschappelijke literatuur laat ook zien dat monoculturen echt een weerslag heeft op de biodiversiteit, op de bodem, maar ook gewoon echt voor de omgeving. Door verschillende factoren te combineren of verschillende teelten met elkaar te combineren, introduceren we grotere biodiversiteit. Wij gebruiken zelf geen bestrijdingsmiddelen, geen insecticiden, geen kunstmest. Alles wat je ziet is gewoon natuurlijk. We zijn nu nog klein, de bomen zijn ook nog klein. Die zijn nog niet op topproductie. Tegen de tijd dat we gewoon echt een hele grote afzetmarkt hebben, nemen we aan dat het ook gewoon de afzetmarkt ook organisch met ons zal meegroeien en dat we steeds meer andere consumenten kunnen vinden. Dit is een project dat op een hele kleine schaal is. Elke kennis wat je vergaart op welke schaal dan ook, is gewoon een glim, denk ik, op wetenschappelijk niveau. Dus.